1 op 3 Belgen krijgt vroeg of laat te maken met incontinentie. Dat is veel en kan voor ongemakkelijke situaties zorgen. Mooi hier! Hallo! Baltasar aan kapper, kom binnen zeg, kom binnen. Zeg, de kerstverse ouders, we hebben cadeautjes bij. Hè? Oh, wie ook Mira houdt, dat had je niet moeten doen. Jawel, jawel, voor zo'n schoon babytje. Ja, schoon hé. Zeg, hoe was de bevalling? Oh, dat was wel spannend hé. Op dit moment kreeg me wee. Zeer. Wat? Jozef, het is de moment hé. Maria, Jozef, sorry voor het onderbreken, maar waar is het toilet? Kom maar weer al. Ik moet echt dringend. Daar, achter de ezel. Er is geen deur. Ah, ja, nee, dat is hier een stal. Hè. Ah. Onvoorstelbaar. Hè. Op weg naar hier, bij elk tankstation, zouden we moeten stoppen omdat meneer zijn gevoel moest doen. Om de 2 minuten. Jozef Maria, het gaat raar klinken, maar maak ik alsjeblieft de wier ook terug. Oh, nee, maar ik ga morgen dan in de plaats iets storten op de bandrekening, beloofd. Oh, dat meunen nou toch niet. Dat is voor jullie eigen goed, hè, man. Ik bedoel, daar sta ik even verbrijzen. Ja, maar dat is hier een stal. Alles stinkt hier naar kak. Ja, maar dat daar is schrikken ze, kameraad. Bij mij dat overstemt echt alles. Maria, ik weet dat het raar is, maak alsjeblieft de wier ook terug. Tom, dank u. Zeg. Jozef, Maria, kindje Jezus, onze excuses. Hè. Hij zegt dat het een aandoening is. Ik vind het persoonlijk boertig. Wat snipt. Hij is vrij, ik ga ook even. Ga je naar het toilet? Ja. Ga je lang op het toilet zitten? Dat doet er toch niet toe. Wat vrouw, jij nu? Die woont hier toch? Maar dus, Maria, de bevalling. Ja. Dus we iemand zoeken. Oh, stut, ik moet weer naar het toilet. Jozef, zijn jij bijna klaar? Kom, ik ben het godverdomme beu. Ik ga nooit meer met jouw baby bezoeken. Ga komen, let je. Ik moet nu. Wat kan ik... Ah, een minuut. Chance. Maar wat doet... Hé, wat kus! Hé, kus. Sorry, Jozef. Geef mij een nieuwe hoed. Waarom? Ja, mijn oren is bescheten. Ja, aan je moeder toch alweer? Mijn moeder mag niet weten. Aan je vader, als je het geld. Ja, op de rooster zit ja. Hij. Het is genoeg geweest. Kom, allemaal op mijn stel. Bollet af, kom! Sorry, gasten. Nee, Kasper. Wij sorry. Nu dat we het zelf hebben gezien en geroken, geloven dat het inderdaad een medische aandoening is. 1 op 3 heeft er last van. Zee, speciaal voor u, op de weg terug. We gaan aan elk huis stoppen, zodat jij kijk kunt. Merci, mannen. Merci. En zo ontstond uiteindelijk de traditie van de 3 koningen.